misgegaan met jou? Toen jij Billy's deed, jongen, in schuin gaat het echt met jou echt misgegaan. Goedemorgen mensen, ik heb net weer lekker geslapen in de auto. Ik heb een lekker dutje gedaan. Het is op dit moment net 11 uur geweest. Maar we zijn onderweg naar Roermond. Geen over te zijn, maar je ziet hem wel. Ik ben helemaal net wakker. En ik dacht, fuck, een paar kleine camera erbij. We gaan een dikke vette vlog in Roermond. Wat de planning voor vandaag is, eerst Roermond knallen. En daarna Duitsland en dan daarna DB. Dikke vijf. Daarnaast ben ik Baby Lado helemaal opgaan, helemaal kotsen en roeren. Start. Dat is fucking go. Dat is de planning van vandaag. En ja, we gaan een beetje filmen, kijken wat het allemaal wordt. Wij zijn vandaag op het. Oh ja, ik ben wel verkleed. Oh, je toch te zwaar, jongen. Hey, poepies. Ik ben niet eens met mijn lul. Ja, ik ga er vol pakken. Nee, schat, die met kans. Tegen moeder, man. Man, jongen, ik word die gek van. Ja, maar niet zeg maar. Zeg jij wel? Ja. Dus wat nou? Ja, wees maar stil. Je bent een bekjes. Hij zit ook te veel. Helemaal niet. Hey, je kan verkracht worden. Ja. We gaan op jou. We zijn vandaag bij Center Parks. We worden vanavond. Oh yeah! Sepp wordt vanavond online. Milana wordt vanavond afgetrokken. En ik ben graag sowieso een neuk met een chick. Ja, toch? Wat lieg jij? Jij bent van mij. En we zijn nog steeds in de rij. Ik ga gewoon voorbij. Vanavond, bij jou thuis. Dat is gewoon een doel. Ik ben echt dood in die kofferbak. Ja. Dus heb je die gewoon haar nog getest dan? Ja, maar die weet ik dat ook. Ja, dat is ook echt best wel top. Pak hem op vol. Nee, ik ben boos gelijk hoor. Hij zit ook gewoon te vullen. Hij is eigenlijk zo. Ah, ik dacht dat die plek was. Ja, daar is het echt. Ik gewoon hier staan. Ja. Zo fucking mooi. In ieder geval, ben ik nu, Sepp gaat ze laten testen. Ik sta in mijn neus. Test het, jongens. Bijna, jongen. Dat is toch een kankerhout uit. Uit, stop uit. Je gaat werken. Ja, is goed. Voor 500 euro terug. Is goed, hoor. Neem meer. Kom meer, hey. Jij pakt 10% en wij de rest. Oh yeah. Sepp. Wat zit je mijn auto? Ah, wil je bekken? Sepp is positief, let's go. En ja, want we gaan nu naar. Sepp is positief. Oh, ik heb de voice track, maar. Ja, we gaan nu alweer Roermond. Snelle pitstop bij Zetpark. We gaan nu alweer, ja. Jongen, ben je de neuskant is weer open? Jongen, sorry. We zijn aanwezig. We staan nu bij H. We staan nu bij H, even om te onthouden. Ik kan zo meteen film terugkijken. Hey, dat is echt slim, man, van Levi. Ja, snap je? Daarom wel. Daarom zijn we ook aan dik vet. Zo meteen ga ik. Zie je? Daarom hebben we meegenomen. Ja. Kijk, ja, even dik vet de fitcheck van de boys. Hey, moet je schoenen maken. Ik ga zo keihard nakken, die schoenen. In ieder geval, we gaan nu alweer in Roermond. We zijn erbij. Nou, we zijn er al. We zijn er al gewoon. We gaan even toch wel een dik vet huis kijken. Hey, hey, reuze gat. Hey, what the fuck? Let it go! 2 seconds later. Goeie meal. Dik vet eten. Oeh. Lekker. Ik heb net al een hele sausijsbroodje opgechopt. Omdat we nog in de rijen waren voor warm eten. Dus dat ik gewoon lekker een broodje, staartbroodje en een goede sinaasappelsappetje te chappen. We gaan het even uitchecken wat er in de store is. Maar we gaan eerst even lekker vreten. Smakelijk, boys. Ja, ja. Oeh. Ja, want tot zo meteen. Laten we wel zien wanneer we naar de Hunker willen gaan. Nou, we zijn net gechapt. We gaan nu het reuzenrad in. Ja, toch even lekker liefdes schijtje. Hij is van die beestje. Ik gooi jullie allebei eruit. En dan ga ik een beetje door. Hij is van die beestje vanavond, dus bij Milano een feestje. Oh, dat is zeker waar. Dat komt, zoals ik al zei. En je krijgt dit deetje. En zoals ik al zei, er komt een dames. We gaan zien hoe het wordt. In ieder geval.
We gaan het trouwens poelen op naar de TNF store. Kijk, en dan gaan we kijken wat daarna gebeurt. Wow, wat een TNF. Wat? Waar ga je naartoe toch? Nee, we gaan naar de Gucci. Ja, we gaan naar de Gucci Louis Vuitton. Ik weet het toch. Even lekker checken. Voor Milano een verse oudje scoren. En het wordt hem al. Dat is daar planning. Gucci. Gucci. Eigenlijk hebben we vrijwel niks gefilmd door Roermond. Maar wel dit leuke clipje van Milano die half naakt staat in een pashokje. Ik ga niet voor je praten. Broek uit. We zijn klaar. Hebben te veel geld. Nee, ja, dat YouTube mooi, je zei toch jongens? Nee, grapje. Ik leef onder de brug. Maar ik kan wel goed shoppen, ja toch? Ik heb gekocht met Dogecoin. Dat heb ik allemaal gestolen. Ik zit trouwens net te bedenken, dat is ook de vorige spot waar ik net filmde. Maar in ieder geval, we zijn klaar. Vermont is klaar. We gaan nu on way home. Hey, dit was de Efteling. Ik had het thuis. Nou, vanavond gaan we op. Laten we het even gaan kijken. We hebben alles afgekocht. Elke winkel Prada, Gucci store. Gucci store zijn we. Wat zijn de highlights waar we allemaal zijn in geweest? Gucci store. Jij hebt de hele Gucci store leeg gegeven. Gucci store hebben we helemaal leeg gegooid. Wij konden niet eens kijken. Snap? Nee, Gucci store was te lang rijden. Daar hadden we geen zin in. Tommy hier viel allemaal mee. Baller. We hebben in ieder geval. Ik heb in ieder geval wel iets waar baller gehaald. Dat was een goede tweede. Laat zometeen even zien. Zometeen gekke shoplog. Woe! Maar nu gaan we om mee naar de. De auto, man. En dan gaan we even stellen jullie naar Duitsland en goede drank halen. En vanavond denk ik, paa ja. Wat was Sepp's mening over vanavond? Wat? Huh? Wat gaan we vanavond? Zuipen en druipen. En nog meer zuipen. Oh. En daarna? En flexen. Ja, we zijn weer terug bij de wagen. En een dikke BMW. Oh, yo. Ja man, wat gaan we nu doen? Leg eens even, Milan, leg eens uit, wat gaan we nu doen? Wat kun je deze roken doen? Och, dat kan ik. Oh, ja. Nou. Nah. Oh. Kijk eens. Ik dacht al aan een voor als een doorstep. Ja, ik weet het. Wat heeft het ermee te maken? Ja. Heb ik het gedaan? Een pil nemen? Ja. Ja, ik ben buiten aan. Ga jij dat ding aandoen? Die airco, hard. Warm. Ik ga sowieso. Dan ga ik wel even mijn jekkie uitdoen. Oh, ik wil ook. Waarom moest je zo kunnen? Ah, kom, water! Niet eruit drogen. Hé, wat faal. Ik word echt geslaan, ja. Zag je dat? Ik word echt op je kaak slaan, jongen. Kan je me geen kusje geven? Nee, want dat ding is getrokken, man. Maar jij bent kapot. Waarom moet dat zijn pijn aan? Hij heeft het kanker. Ik pak hem echt goed, dan zei hij ja! Hij rijdt gewoon onderdoor, zie je dat? Haha, koer! Als ik kijk, de oude vrouw kijkt zo. Zet ik zo zo'n pad toch? Wat vaak? Pak in 026. Achteraan! Maar eigenlijk, als dat. Oh, hij gaat dan. Oh, wat een. Kenteken of zo. Kastjan, Dio. Ik ken hem echt wel. Hij moet nu op ook. Jij moet ook op. Ik heb veel in mijn lijf. Hij zit weer te filmen. Ik kijk weer! Laat jij de lul even zien. We zijn in een drankenwinkel. In een drankenwinkel. Ik denk wat Milano gaat kopen, een grote speler. En toen we binnenkwamen zagen we Moët flessen. Ik ben nog aan het inzoomen, maar ping. Ik ben benieuwd hoeveel die zijn, dus ik ga even denk ik even vragen hoeveel die zijn. Dus. Ja, dat gaan we helemaal paaien vanavond. Oeh. Zijn we aan het discussiëren. Ik heb nog genoeg drank thuis, dus geen idee wat ik ga halen, maar zien we dan wel. Ik heb genoeg drank thuis. Hun gaan wat kopen, maar ik niet. Want ik weet dat ik nog van. Ik heb voor mij nog 6 flessen thuis. Laat thuis wel even zien. Allemaal gekke shit, dus neem ik gewoon lekker mee. Zo. So, let's go! En nu gaan we on way naar home. We zijn er nog steeds in Roermond. Ergens in een drankwinkel. 5 uur later. Dit is een vlog. En
En ik laat hem even aan Kevin zien. Wil je even de vlog opnemen? Laat even zien hoe ik ga bierpongen. We zijn een beetje panja, maar niet zo panja als de rest, laat eerlijk zijn. Nee. Ik ben op zich best... Wij zijn gewoon het enige gewoon die wij nog gewoon niet geloven, kunnen functioneren, weet je wel. De rest onderweg, letterlijk omdat hij gaat onder aan het kotsen is in even gewoon. Wow. Ik moet mijn petje anders omdoen, want... Ik vraag hem zo meteen wel even op de vlog. Zit nu achter mij, eigenlijk bezig. Oké, we gaan even nu bierpong doen. We doen met de poedel. Naast de week, sorry. Ik film niet heel goed. Ik weet niet hoe ik moet vloggen, maar... Het is goed. Ik heb over de tafel heen, trouwens. Maar kijk. Dit wordt hem. Ja, gewoon echt ertussenin. Is dat beeld ook nog? Daar moet een muziekje onder. Zo'n trapliedje was het. Het feestje klinkt trouwens heel saai, maar ik ben met de Boston Connect, zoals altijd. Film even een box. Boop. Yeah. Die gaan we nu. Een loop box, jongen. Je moet gewoon een draaitafel hebben. En van die dikke speakers. Dan heb je een goede feest. Maar daar kunnen mensen mij over een jaartje in huren. Kijk op www.flashflow.nl. Het is wel 3v3. En dan kan je mij inhuren als DJ. Je kan me ook op Insta vinden. Je weet toch? Hm? Maar zouden we bij elkaar zetten zo? Nee. Niet? Maar dat is kut. Het duurt dan te lang. Ja, daarom. Ik wil niet anders. Maar ik wil wel muziek uit. Oké, we zijn klaar met filmen. We gaan nu muziek. Hier. We gaan jullie straks weer even lekker laten zien wat wij aan het doen zijn. Als iedereen dus... Ga ik weer vloggen, dus komt goed. Ja. Let's go. Hier mijn puis, jongens. Doe ik wel. Dus als het goed is, dit is de laatste vlag bierpong. Ik heb het wel gewonnen met een nee. Nee. Ik stond 2-1 voor. Maar toen kwam Milano verneuken. En die heeft alles. Maar hij is geen eens goed, dus hij heeft gewoon geluk gehad. Hij moet ook weten dat hij gewoon geluk heeft. En hij is niet goed. 3, 2, 1. Wat is dit? Ras met bier? Ras met bier, ja. Het is echt niet lekker volgens mij, maar... Nee. Het is niet lekker. Dus. Maar we hebben een bierpong uitgespeeld. Even kijken. Ja, dat is waar. En nu gaan we aan de water. Laten we beginnen. De muziek is weer uit, dus het klinkt zo saai. Maar... Nee, het is niet. We moeten toch zo die chicks nog filmen. Dus Sepp is trouwens helemaal bad. Okay? Er zijn geen chicks hier. Nee, we gaan wel eerlijk zijn. Hé, je kan gewoon een pakje maken, hè? Kunnen we roken? Ik bedoel, ik rook niet. Nee. Leef je rookt nu? Nee, grapje. Ja, het is geen grapje. Wow! Levi is gewoon ontdekt. Nee, ik rook niet. Nee, hij rookt echt niet. Hij rookt echt nooit. Hij heeft ook geen eens geprobeerd. Dat is erg. Probeer het. Dat is nog wat erg. Ik heb het wel geprobeerd. Nee, grapje. Ik ga geen slechte voorbeeld geven. Maar wij gaan... Anders kijken de ouders op mijn dak, denk ik. Dat wij naar de ouders... Nee? Oh. Nou. We zijn nu... Pakka, Sepp is boos. Hij is doorloop. Ik ben helemaal niet boos. Ik ben alleen een beetje duizend. En we zijn nu de rest allemaal buiten. Deze man heeft een chick gekust die gekotst heeft. Jij ook. Normaal niet. Ik laat maar even chick gekust. Ik zeg wel even, dat is deze. Ik ga nu naar buiten en dan zeg ik, dat is deze. Ik ga nu naar buiten. Ik kus dat ook. Op de kont. Dan dik van de buiten. Hé, dat is wat dik van de licht aan. Lijp. En daar, Milano. Ik moet met iemand nu letterlijk danken. Oké, let op 3, 2, 1. Maat, je bent gewoon danken. Ga naar je eigen huis. Er zijn random mensen juist. Je gaat danken. Maat.
ik ga nu even naar buiten. Oké. Okay. Maat. Maat. Ik ken je zo slow. Milano is Daga gegaan. Ik zweer, ik had het op film. Alles net het erover dan? Ja, die kan een maniertje. Ja, dat is wel kut. Maar, ik ga het nu laten zien, oké? Hi, dames en heren, dit is het einde van de vlog. Het is nu bijna 4 uur vannacht als deze vlog aan het editen ben. Dus we moeten een beetje zachtjes praten. In ieder geval, hopelijk hebben jullie genoten van deze vlog. Het is een hele random vlog. Hopelijk houden jullie ervan. Als jullie er niet van houden, laat het weten in de comments. Als jullie er wel van houden, laat het ook weten in de comments. Ik vond het best wel lachen om deze beelden terug te kijken. Want, ja, we gingen eerst naar Roermond. En daarna hadden we een feestje met Milano. En... Ging een beetje te ver dat feestje. Maar in ieder geval, buiten dat, ik hoop dat jullie de video heel leuk vonden. Vergeet allemaal niet een like achter te laten. Vergeet om niet te abonneren hier beneden. En geen reactie achter te laten. Want dat zou ik super erg waarderen. Dat zou een super goede tweet zijn. En ja, dus dit was de vlog. Of zover je het een vlog mag noemen. Ik heb genoten van beelden. Dames en heren, bedankt voor alle support. Vergeet om niet te liken. Vergeet om niet te abonneren. Je kent het wel. Tot de volgende video. Later.